Dag 17. En ik zie dat mijn camera iets zo moet. Zo. Nu zijn we echt wel over de helft. Ik ben wel benieuwd wat jullie er tot op heden van vinden eigenlijk. Ik ga eens laten zien wat we vandaag hebben. Dat is het Japanse tuinbeeldje. Pagode, weet ik hoe je het noemt. Met wat rotsjes. Tenminste, ik denk dat het rotsjes zijn, even ervan uitgaande dat dit een Japans tuinbeeldje is. En ik ga eens kijken. Ik ga eens laten zien wat ik ermee bedacht heb. Even kijken, ik heb in ieder geval die en deze. Ik heb het labeltje met de rotsjes, het tuinbeeldje. En deze, dit stencil, nummer 11. Ik weet niet of die al op de website staat. Ik heb hem volgens mij begin dit jaar ergens op de beurs in Duitsland meegenomen. Waar Gumme Japan zelf stond. En ik vond hem wel erg leuk. En volgens mij ging Femke hem nu ook bestellen. En die ga ik dus gebruiken. Met een beetje groen. Dan vond ik het dan wel bij passen. Zo. Ja, ik vind het een grappig effect. Van alles nog wat. Ik weet niet hoe ze het noemen, maar ik vind ze erg leuk. En dan wil ik graag het stempeltje. Oh, die had ik al uitgepakt. Het stempeltje erop. Doe het even over dwars, want anders zie ik het gewoon niet zo goed. Waarschijnlijk zit dat ding nu ook over dwars, maar dat niet uit. Nou ja, ja. Zit aardig netjes. En dan is het een beetje opbouwen van rotsjes. Kijken. Die een beetje daar. Deze hier. En ik dacht, dan doe ik deze ertussen. Hop. En dan vergeet ik nog om het randje even te inkten. Dat heb ik eigenlijk bij allemaal wel gedaan. Dat vind ik dan toch mooier. Even kijken of ik nog een beetje... Oh, anders neem ik het rotsje ook iets mee. Dat maakt niet uit. Zo. Nou. Dag 17. Het Japanse tuinbeeldje. Ik ben er over een paar dagen weer met de volgende. Doei doei!